Ik ga jullie een verhaal vertellen. Een verhaal over een meisje in groep vier. Een meisje dat moest huilen wanneer zijn opdracht in haar rekenboekje niet goed had gemaakt. Een meisje dat een foutje maakte. Dat meisje van acht moest huilen en kreeg een stempel. Zij kreeg het label van faalangst, op haar gedrukt alsof het al de zogenaamde problemen op zou lossen. Zo simpel was het. Vanaf toen moest dat meisje naar een cursus. Want huilen in de klas, dat kon natuurlijk niet. Groep 6, een nieuwe juf. In de eerste week moest ze huilen. Ze had haar planning niet af. Weer een cursus om niet te leren huilen. Want huilen is raar, huilen is vreemd. Het laatste jaar was aangebroken. Groep 8, op naar de middelbare school. Welk niveau zou ze krijgen? Havo, werd tegen haar verteld. Want ze deed het goed, maar ze huilde zoveel. Daarom was VWO vast te moeilijk. En weer werd het label benadrukt. Dat, in groep had, dat ze in groep 4 had gekregen. Omdat ze emoties had laten zien. Een teken van zwakte in de ogen van de mensen die ze om zich heen had verzameld. Maar ik zie emoties niet als een zwakte. Ik zie emoties als iets waarmee je jezelf kan uitleggen. Zonder woorden te gebruiken. Want woorden zijn prachtig. Maar ze leggen lang niet alles uit wat je uit wil leggen. En ja, je mag alle kleuren kleuren. Maar je moet wel binnen de hokjes blijven. En zoveel mensen zitten vast in hokjes. Ik wil dat we de labels op kunnen geven. Dat we elkaar aan kunnen kijken zonder, de, zonder te denken: oh, die is vast een neugd. Want wat hebben we aan de labels en de hokjes? Dat mensen buiten de groep en de samenleving vallen? Daarom wil ik aan jullie vragen, de mensen die hier naar luisteren, die deze woorden horen, verteld met emotie. Ik wil aan jullie vragen om naast mij te staan, de handen in één te slaan, om zo de hokjes en de labels. Die de samenleving in bedwang houden, af te schaffen. Voor nu en voor later. Ik zit nu in de tweede. Ik heb de stap durven zetten en kleur nu buiten de lijntjes van mijn hokje. Durf jij de stap ook te zetten?